Voormalig PvdA-leider Diederik Samson heeft namens de Europese Commissie Nederland geadviseerd om een deel van de boeren te verplichten zich te laten uitkopen. Dat meldde de NOS en onderzoeksplatform Follow the Money na het inzien van verschillende documenten. Samson, kabinetchef van Eurocommissaris Frans Timmermans, had in die hoedanigheid afgelopen november een gesprek met topambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Europese Commissie gaat niet over hoe een land zijn stikstofdoelen haalt, maar kan daarin wel adviseren. Samson lijkt in het gesprek met Timmermans dat ook te hebben gedaan. Caroline van der Plas, die vorige week bij de Provinciale Statenverkiezingen met BBB als grote winnaar uit de bus kwam, peint niet over haar medewerking. Net als een groot deel van de Tweede Kamer. Eurocommissaris Frans Timmermans gaf vanmiddag aan dat Van der Plas welkom is in Brussel. Hij zegt, ik ontvang haar heel graag om uit te leggen hoe de Europese wetgeving in elkaar zit. Daaruit kun je een aantal conclusies trekken over de mogelijke opties die je hebt om het stikstofprobleem aan te pakken. China heeft tijdens het staatsbezoek aan Moskou het voortouw genomen in het bespreken van een 12-stappenplan naar de vrede. Hoewel de Russische president Poetin open staat voor China's inspanningen, komen vanuit het Westen en de VS vooral afwijzende reacties. Na afloop van de bijeenkomst reageerde Poetin positief. Wij zijn van mening dat veel van de bepalingen kunnen worden beschouwd als een basis voor een vreedzame regeling met Oekraïne. Helaas heb ik tot dusver niet zo'n bereidheid van hun kant waargenomen, zei Poetin na de bijeenkomst. NAVO-chef Jens Stoltenberg uitte tijdens de presentatie van het jaarverslag van de NAVO zijn twijfels over het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Moskou. Hij waarschuwt China nog maar eens geen wapens te leveren aan Rusland dat de invasie in Oekraïne heeft zien vastlopen en veel militair materieel heeft verloren. Dat zou steun aan een illegale oorlog betekenen, zei hij bij de presentatie van het jaarverslag. Poetin is intussen door de Chinese leider officieel uitgenodigd een staatsbezoek te brengen aan China. De inhoud van het vredesplan werd gisteren in geen enkel nieuwsprogramma besproken, maar zal straks wel behandeld worden door ons panel in de uitzending van Black Box Today. Morgen spreekt de Amsterdamse gemeenteraad voor het eerst over een plan om het autoverkeer in de stad te ontmoedigen door binnenwegen tussen stadsdelen af te sluiten. Autoverkeersbubbels, cirkelroutes, binnenwegbarrières, allemaal zaken waaraan gedacht wordt door verkeerswethouder Melanie van der Horst van D66. De plannen vertonen sterke overeenkomsten met het 15-Minute City Project dat in de Engelse stad Oxford al ten uitvoer is gebracht en waar burgers lopend of met de fiets alles binnen handbereik moeten hebben. Van het ene stadsdeel naar het andere rijden via de ringweg is een van de ideeën uit de zogenaamde Omgevingsvisie 2050. Een boekwerk waarin de toekomst van Amsterdam uitvoerig staat beschreven en dus flink gaat veranderen als de gemeenteraad ermee akkoord gaat. Vandaag wordt het rentebesluit van de Federal Reserve in de Verenigde Staten bekendgemaakt. De centrale bank verhoogt naar verwachting de rente opnieuw in de strijd tegen de hoge inflatie. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk zal verhogen om zo de kalmte in de financiële sector te bewaren. De afgelopen week ontstond onrust na het omvallen van de Silicon Valley Bank. Doordat de rente de laatste tijd hard is opgelopen, kwamen de banken in de problemen. De Europese Centrale Bank hield vorige week vast aan hun plan om de rente nog eens met 0,5 procentpunt te verhogen, nadat ook de in de problemen geraakte Zwitserse bank Credit Suisse gered moest worden en er veel onrust ontstond op de financiële markten. Edelmetaalspecialist Bart Brandt zal vanavond in Black Box Today meer vertellen over de effecten van inflatieverhoging, de huidige bankencrisis en de toenemende vraag naar edelmetalen zoals goud. De week van de lentekriebels was gisteren 2 dagen oud, maar zorgde meteen al voor veel ophef in de Tweede Kamer. Kamerleden als Agema van de PVV en Bischoff van de SGP uiten hun zorgen over het lesprogramma waarbij kinderen op zeer jonge leeftijd worden onderricht over seksuele handelingen. Het sluipenderwijs normaliseren van seksualisering van kinderen is verkeerd en moet stoppen, zei Tweede Kamerlid Thierry Baudet tegen de minister van Primair en Voortgezet Onderwijs. En ik vind het belangrijk dat je dan als ouder, als je daar zorgen bij hebt, dat je terecht kan bij de schoolleiding, het schoolbestuur of de medezeggenschapsraad. En dat je dan ook het gesprek met elkaar voert. En als dat niet genoeg is, je hebt een zorg, je hebt een bepaald gevoel, je hoort dat je kind iets heeft geleerd en je vraagt je af of dat wel hoort bij die fase. Dan is het belangrijk dat de inspectie daar ook voor bereikbaar is. Uit zichzelf. Zij houden toezicht op die seksuele diversiteit en de kerndoelen, maar ook bij signalen. Aldus minister Wiersma. De Rutgers Stichting, leverancier van het meeste lesmateriaal rondom seksuele voorlichting aan scholen, verwijderde na alle commotie een controversiële video van hun platform met als argument dat sommige mensen de video zouden aanwenden voor de verspreiding van misinformatie. In de video spraken ouders met hun eigen kinderen over seks en masturbatie. De video werd gisteren door Forum van Democratie weer live gezet op YouTube. De Rutgers Stichting overweegt nu juridische stappen.
Dan nog wat nieuws wat net binnenkomt uit Amerika. Het besluit omtrent de aanklacht en het arrestatiebevel tegen voormalig president Donald Trump is uitgesteld. De grand jury zou vandaag bij elkaar komen om een beslissing te nemen, maar dit gaat om nog onduidelijke redenen niet door. Al dus de Amerikaanse media. Tot zover. Bedankt voor het kijken naar het Black Box nieuws van woensdag 22 maart. Waardeer jij wat we doen? Schrijf je dan snel in voor onze nieuwsbrief. Vind je het belangrijk wat we doen? Besef dan goed dat wat wij doen eigenlijk helemaal niet kan. Het is een wonder. Voor 2020 was het onmogelijk geweest om zonder staatssteun, zonder subsidies of sponsoren en tegenwerking van Big Tech een mediakanaal te runnen dat tegen de stroom in op zoek gaat naar waarheidsvinding. Dat wonder, dat zijn wij samen. De grote groep bezorgde burgers die dagelijks doneren, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor. Maar we mogen niet achteroverleunen. Er wordt dan weliswaar niet meer over corona gesproken, maar de informatieoorlog was nog nooit zo hevig. En erger nog, de ideologische agenda wint terrein en is meedogenloos. We staan in het oog van de orkaan. En een platform als Blackbox heeft maar één taak: doorgaan en groeien. Groeien om nog meer mensen bewust te maken van wat er werkelijk gaande is. Daarom vraag ik jou en eigenlijk iedereen die droomt van een toekomst in vrijheid, waar stemmen weer gehoord mogen worden, om ons te steunen. Want het is keihard nodig. Juist nu.